you know, dat wij meemaken. Ik heb even een beetje stoornis in het systeem. You know, maar anyway, ik hamer altijd erop, het systeem, you know, dat we allemaal mensen zijn, you know. Een boom, een tomatenboom of een tomatenplant, you know, ik kan het boom of weet ik veel. Waarom noemen ze het boom? Omdat die stam, you know, en dan ga je terug, stamboom. Bijvoorbeeld een amandelboom, dus een ietsje grotere boom, die heeft een stam. You know? Als het kleiner wordt, dan geven ze een andere naam. Het is diezelfde ding. Dus als ik straks zeg bijvoorbeeld een tomatenboom, dan wordt er allemaal een kermie aftak. Een tomaat is geen boom, is een plant. Weet je, die dingen hebben ze ons achtergelaten, dat we niet gewoon focussen op waarmee we bezig moeten zijn, maar wat ze ons geleerd hebben om het perfectie in bullshit te brengen gewoon, you know what I'm saying? Als je me kan begrijpen wat ik bedoel, wat ik zeg, you know, is het al goed, you know. Maar anyway, het is een long hard road, you know, a plain dong day, you know what I'm saying, but still, you know, why worry? Why worry, you know, we can pray, you know what I'm saying? Anyway. Een amandel, of een tomaat, of een sinaas, of een appel. Die boom, die heeft wortelen. Right? Die boom heeft wortelen. En dan, boven heb je dan die vruchten. You know? Die vruchten, gele, groene of noem maar op, you know, en bladeren en takken en stengels en, you know. Maar, waar alles, die stengel, die wortels, die takken, waar alles vandaan komt, is van die ene kleine ronde. Die ronde zaadje. Seed of life. Precies zo ook met de mensen. Daar je nu Marokkanen hebben, Turken hebben, blanke Belgen hebben, noem maar op, blanke Nederlanders hebben, noem maar op, blanke Polen hebben, blanke Romeinen hebben, blanke, all come from the one seed. The one seed. You know? Starting in Afrika. Don't get me wrong. Misschien heb je een andere alibi voor het ontstaan van het mensheid. You know? Maar er waren niet 3-4 bomen geplant. Eén was geplant voor het mens. Er waren misschien meerdere geplant, maar die waren dan voor koeien, vogels en noem maar op. Maar die van die mens is die ene. En die ene die is dan nu vandaag in de wereld. Wanneer je naar WK kijkt of naar tennis kijkt of naar noem maar op kijkt en je ziet die gasten tegen elkaar spelen. You know? We all are one. You know? Maar die ene probeert slimmer te zijn dan die andere. Of die ene probeert die andere dom te houden. Zoals kies voor freedom. Kies voor vrij te zijn, maar dom blijven. Zo lijkt het to me. It seems to me like freedom is just like that. Vrij om dom te zijn. You know. Vandaag anno 27 januari 2010. Die mensen hebben vandaag regering in België en et cetera. Het leven gaat door. Hè. Europa en de financiële markt kijken op naar België op meer zo van het nieuws. Hè. Het leven gaat door. Hè. Normaal. Dat is normaal. You know.
Als ik denk dat België ook een kolonie was van Nederland, dan denk ik van, hé, hadden ze het hier ook moeilijk, joh. Maar ze zijn dan, hé, hey, wat zijn die, It's just human, you know, things happen, you know, but anyway, het is moeilijk voor een zwarte om aan de bak te komen, you know? Sommige mensen, als ik dat zeg, denken ze dat ik het uit mijn eigen shit zeg, of noem maar op. Maar ik zeg het gewoon omdat ik weet hoe het is en hoe het zit. I'm not stupid. You know. Wanneer puntje bij paaltje komt, dan kijk ik op de televisie, dan zie ik in Amerika de realiteit waar mensen elkaar interviewen en uitleggen. En dan hoor je van, hey, the same shit. Die rastas in Ethiopië en die rastas in Jamaica en die rastas in Su en noem maar op. You know, we connected and we feel like it's the same shit going on in this almighty world. Jaja world. You know? Jammer, hè? Maar wie ben ik? Wie ben ik? You know? Je eigen broeder probeert je te naaien, al wil je hem gewoon op de rechte pad zetten, hij probeert te naaien. Get touched by the demon, you know, by the devil. Over demon gesproken. Demon gesproken. Duivels gesproken. But, you know. Het zijn slechte dingen die bezit van jou nemen. You know? Slechte dingen die bezit van jou nemen. Die in jouw hoofd fluisteren. Die zeggen van, hey, fuck die man, yo. Your thought. Again, your thought. Je gedachte. You know? Daar speelt het in. Zie je? Die andere broeders van mij hier in Europa, omdat in Suriname heb jij gewoon een moskee, een synagoge, een call it synagoge, hè, you know what I'm saying? You know, maar alles gewoon naast elkaar gewoon en die mensen zijn buren gewoon, hi buurman, hi, hoe is het? Ze hebben hun eigen geloof, maar ze leven gewoon met elkaar, you know? Seems to me like, you know, the same shit's going on because, you know, we all are one, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Anyway. Die broeders van mij hier in Europa, die moslimbroeders van mij hier in Europa, die snappen nog niet wat er eigenlijk gaande is. You know? Soms denk ik, you know, in Suriname had je een revolutie. Revolutie heeft de Surinamer wakker geschud. Dus het is openbaring, hè, revolutie. You know? Mensen waren tegen, mensen waren voor. You know? De mensen die voor waren, of zijn nog steeds, want ik ben nog steeds voor. Het is openbaring, het is revolutie. You know? Wat die gasten in Suriname hebben gedaan, is gewoon een revolutie gepleegd om het land op het normale manier te besturen. You know? En ze worden geboycott door het demon rondom het hele gebeuren. You know what I'm saying? Ze worden geboycott door Europa. You know, Amerika op een niveau kijken van, hey, you know, me around things, you know, and you know, because the pot maak van a dollar bill, like, in God we trust, you see me? So them the pan top look like, you know, yeah, you know what I'm saying? You know, and them twisted European in America, them, you know, because them all are one, but they don't like themselves. And if they don't like themselves, how they go like we? You know? But the same thing is going on, you know. You don't like me, become me black. See me?
but you want me collar. You still want me collar. You know what I'm saying? When a song comes, you run through and light on and you know and play. You want me collar, you want me walk, you want me talk, so will alles van your hebben. Als het niet zo is, hoe was het dan vroeger? Het verstand van ons mensen in Afrika hebben ze ook genomen. Ze willen alles hebben. You know what I'm saying? En zoals het nu is, zo was het ook vroeger. You know what I'm saying? You know what I'm saying? You know? Anyway. Die broers van ons hier, die willen in Europa ook democratie. Ze hebben lang een onderdrukking gehad van hun mensen die ook niet beter weten en ook egoïsten zijn. You know what I'm saying? Ook egoïsten zijn. Omdat het twee verschillende verhalen zijn. You know what I'm saying? Abraham is toch één Abraham die we kennen. Van moslim, van Afrika, van noem maar op, van noem maar. Is maar één Abraham die we kennen. Die één Abraham die heeft twee zonen gehad. Eentje met een werkster. Is dat zo zwaar om te denken, jongen? You know what I'm saying? You know? Daarom, ik maak mij niet uit wat voor werk een vrouw doet. Of hoe een vrouw, wat een vrouw doet. You know what I'm saying? Maakt mij vandaag niet uit. Omdat ik I'm wiser than that, you know? I'm wiser than that. You know? Gregory said a long time ago, said that to stick a little longer to do the work of the father. You know? That feel real. That true. Long time the man a fool the woman them. A woman make them. You know, the fool the woman them, they want to be man and man thing and thing. If love is between, there is no man and man thing. Listen to that. Michi man tell you that. If love is between, it could never be a thought of man and man thing. Hate must be between. Then it could be a thought like man and man thing. Any people who say it's just normal, then get hate. Mark at the face, at the front of the face. See me? Anytime, may I say this. People, I try to push people through. Like, are you son of auntie man? Are you son of party man? Are you son? It's wicked people them. A wicked thought they in the mind. Why do not think progress? Why do not think to help each other? Why do not think to come more close to each other to love and thing. Any people while you walking with, are you talking with, are you sit down with, and you hear them say them kind of thought coming out of them mouth. Them are bad people them. They get touched by a demon. They get touched by the devil. See? Them say man no perfect. All mankind will get zens perfect. Your hand broke, are your foot broke, are you eye broke, are you could think you're perfect in your own way. But I'm get that like an excuse, them big man them Mr. Jackie Tantai them, then get that like an excuse, like you know, when them punish me and them say, cast me no perfect. And them give you that truth. You know you do bad things. And when you, after you don't do the bad things, you say, yeah, but I couldn't help. I'm a human. You get things. Why you don't like for yourself? Don't do it, brother man. You see me? Selassie Rastafari. Anyway. Vandaag aan de dag, moslim in Europa proberen nu democratisch te worden. Democratie. Ze willen niet meer onder de juk van die, you know. Maar dat krijg je. Zoals hoe die Amerikanen, die blanke Amerikanen, die vanuit Europa, vanuit heel Europa naar Amerika zijn gegaan om daar het belang van Europa te behartigen eigenlijk. En nu hebben ze die Amerikanen en die Engelsen, want het was een plan van die Engelsen. Die Engelsen noemen die Amerikanen motherfuckers. Omdat Engeland is eigenlijk het moeder. You know? Engeland is het moeder. Al die koninklijke familie en noem maar op, zijn toch familie van elkaar. You know what I'm saying?
Zo Engel was, Engeland was eigenlijk de moeder. You know? Daarom keek ik laatst op de televisie Obama met zijn vrouw naar Engeland. En de vrouw van Obama de hand over. Die mensen kijken zo vreemd van, kijk, ze zet de hand over de fuck what? Jezus was zelf een mens, joh. Jezus was een broeder van ons, joh. Wie is die mevrouw die daar staat? You know? Misschien heeft zij niet alles zo gedaan, maar zij heeft toch ook een verstand nu om te weten van wat is en wat gelogen is en wat true en wat right is. You know what I'm saying? So who fool who? You know? Zo simpel. Maar ik kijk er naar uit, jongen, dat die mensen, dat die moslimmensen ook niet schreeuwen voor democratie, jongen. Ik kijk er naar uit, jongen. Seems like the devil, them are getting more fat. Them are getting more big. Or maybe moeten ze zich gewoon even groeperen voor wanneer het, you know. Anyway, het was een mooie verhaal voor vandaag. Het is een mix-up, omdat ik ook een beetje hier ben in een soort mix-up systeem, situatie. Is het me? Ja? Maar anyway, als je in die kleine beetjes daar gewoon schuift en daarmee gaat soffelen, ik denk dat je toch wat uit kan pikken. Ja? Ik denk dat je toch wat uit kan pikken, omdat dat is eigenlijk die... Die contact, weet je, daar leer je van hey, you know. Daar leer je van, weet je, een van die verhalen van mij dat ik verhaal noem altijd. Van hey, niemand kan me niets maken, niemand kan me niets zeggen, jong. Waarom zeggen ze de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, you know. Waarom hebben ze ons niet gezegd dat Amen een man was, weet je. Amen en zijn vrouw waren hele goede. Ga verder onderzoeken. Wat betekent amen eigenlijk? Weet je, als je opgroeit en je weet niet, zeg amen. Amen. You know what I'm saying? Amen als man was een hele goede gozer bijvoorbeeld. You know what I'm saying? You know? Er zijn zoveel andere dingen die je moet gaan onderzoeken, die je zelf gaat zien en weten. Van. Daarom is het soms goed wanneer je kijkt naar die gast op de televisie en een beeld probeert te vormen. Nieuws is niet zo... There's nothing new. But anyway, sometimes you have to just look a movement of people or people like one in which stage of time we're living in Sydney. That's why, you know, sometimes it's nice to find out you know, say, how people are reacting to things, you know. Sydney. Anyway, Celestia again. And protect all listeners, all people, watch ya. I hope you save something out of this. One love your daily. Do not deal with peace. Peace is broken thing. You deal with oneness, one love, seed of life.